ik ben zo blij dat ik mijn camera terug heb. Dit is zoveel beter dan mijn iPhone filmen. Maar ik had dus mijn lader voor mijn batterijen niet mee naar Spanje. En ik was er zelfs in gaan kopen. Maar we kregen niet uitgedokterd hoe het werkte. Ik heb zelfs YouTube tutorials opgezocht en zo. En alles geprobeerd. En ik denk echt wel dat ik het juiste thema toch werkte en niet. Dus ik moet er dringend nog eens mee naar de mediamarkt. Maar dus het is maandag vandaag. Een nieuwe week. Heel veel goestingen. Ik ben blij dat ik terug ben, zodat ik weer hele dagen kan werken. Ik weet dat dat voor veel mensen echt misschien stom klinkt, maar als ik op vakantie ben, heb ik toch altijd een beetje stress van... Ben ik wel genoeg aan het doen? Ik heb wel elke dag daar een paar uur gewerkt, maar toch, dat is niet hetzelfde. Ik had in de groep gestuurd van, kan ik vandaag met blote benen, hè, want het gaat warm worden. En Vanna zei, ja, Studio Brussel zet net dit op Instagram. En op Instagram stond dus van, kan ik een korte broek dagen? Ben je een boswachter? Ja, hè, dat is geen boswachter waard, mocht het, maar anders mocht het niet. Moest je maar volwassen doen, want het is tenslotte herfst. En I don't give a f***. Dan ben ik maar boswachter vandaag. Ik ga direct tonen wat ik aan heb. Nee, toch? Ja, ben je zo schatje. Je bent zo braaf geweest, heb ik gehoord. Ja, je bent zo braaf geweest. Oké, dan zal ik eens nadenken welke vragen ik hem kan stellen. En weet hij dat? Of is dat raar als ik ineens er tegen begin te praten, tegen die mens? Zorg wel dat je een ietsje kunt vragen. Nu, dat moet niet zo zijn sport zijn, hè. Hij is er als ambassadeur voor Maui Jin. Oké. Okay. Do you want to marry Maxine Theeboom? Maandagavond, mega boring. En ik heb heel de avond gewerkt en ik ben nu mijn melk aan het opwarmen, nog 30 seconden. Ik ga een melkje drinken, een warme melk voor het slapen gaan. En ik heb een grappige jogging aan. En het is een jogging met wolkjes die ik gekocht heb in Spanje. En ik ben zo net ook in deze jogging pyjama, I don't know. Mijn vuilniszakje gaan buiten zetten en natuurlijk passeren er dan keiveel mensen in de Nationale Straat en valt mijn deur toe, waardoor ik buiten sta. Ik had gelukkig wel de sleutel bij, waardoor het haasten, zeker de verkeerde sleutel in het slot, moet ik opnieuw beginnen. Hebben zeker al die mensen mijn mooie pyjama gezien en ja, life is a race. Ik ga mijn melkje opdrinken en slapen. Slaap wel. Het is dinsdag vandaag en ik ga nu meteen vertrekken naar, ik weet niet meer naar waar, maar alleszins, we gaan de kathedraal beklimmen met Maui Jim en David Goffin. En Maui Jim is een zonnebrillenmerk dat vooral voor sporters is, maar ze hebben ook gewoon casual modellen. En ik mag er straks eentje kiezen, superleuk. En ik ga er ook binnenkort een weggeven. Maar dat komt met een grote giveaway, dus zeker abonneren en dan haal ik jullie up to date. Far.
I'm here with David Coffin, and I want to ask you, why do you like the brand Maui Jim so much? Yeah, I love the sunglasses. I love Maui Jim because they have a lot of different sunglasses. The lenses are the best in the world. So when it's sunny, especially when I go in Australia, for example, and during the summer there, it's amazing the colors you can see when you. Yeah. You wear the sunglasses. Yeah, I saw it myself earlier. And what is your favorite model? Is it this one that you're wearing? Or? It depends what kind of clothes I have. Yeah. And where I am also when it's sunny and I'm close to the sea, for example. I love to wear those glasses with blue lenses, for example. Yeah. And when I wear different clothes, sometimes you change. It's nice also yeah. I change yeah, to yeah. have more classics. Yeah, but they have more good models. So that were my questions, but would you like to wave to my colleague? She's a big fan of you, and could you say hi, Maxine? What's his name? Maxine. Okay. Hi, Maxine. Je moet niet weglopen. Je weet dat je stout bent geweest, hè? Ziet het ze? Vertel het maar eens. Hier, blijven. Vertel het maar eens aan de kijkers wat je net gedaan hebt. Vertel het maar eens, hè? Stoute hond, wat heb jij gedaan? Je mocht op het terras en je was helemaal keiver weggelopen van het terras op het dak, op een ander dak, naar iemand zijn terras. Dat is toch niet normaal? Vind je dat normaal, Lilou? Ik denk het wel. Het is de eerste keer dat ik eten gemaakt door Jessie Bursus eet. In 10 jaar vriendschap. Daar ben ik vrij zeker van. Dat is niet waar. Ja. Nee, je hebt dingen. Hoe noemt dat? Die... Goedemorgen, het is... Welke dag vandaag? Woensdag. Het is woensdag vandaag en ik ga vandaag met Naomi, is hier, mijn tutorial opnemen voor MAC Cosmetics over de Studio Fix producten. En het is wel duidelijk nodig dat ik wat schmink op ga doen. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb dus mezelf net geschminkt. Ik vind het resultaat heel geslaagd. Ik vind het echt super om met de producten van MAC te werken. Het was de eerste keer dat ik ze allemaal gebruikt heb. Hoe de mevrouw het mij heeft uitgelegd. Ik had al veel producten van MAC, maar de Studio Fix had ik nog niet. En ja, echt super leuk dat ik het nu zelf ook kan. Ik denk dat ik mezelf bewezen heb. En check zeker de video van zondag die gepasseerd is. Om te zien hoe ik mijn make-up gedaan heb. Oké, ik ga nu vertrekken. Ik heb een roze outfit aan, uiteraard, want ik ga nageltjes lakken voor Think Pink samen met Jani in het Weinigem Shopping Center. Ik hoop dat ik veel nageltjes ga kunnen lakken voor het goede doel en dat er veel mensen langskomen en dat er vooral niet te veel mensen te kritisch gaan zijn over mijn nagellakkunsten, want net als in make-up ben ik daar ook geen pro in, maar ik ga zeker mijn best doen. Kleine kuthondjes zoals de mijne dat deed. Ja, nee, jij doet dat ook. Jij doet dat ook. Hé, jij doet dat ook, hè? Oh, ik ben blij dat ik je zie.
ik wou toch één ding zeggen over uw boek. Het gaat wel schoon zijn, hè? Amai, zeg die layout, alleen die quote, hè, was geen geweldige, hè? Ik ga nu vertrekken om een appartement te gaan bekijken op de Britse Lei in Antwerpen. Mijn ouders komen ook naar daar, want zij komen daarna hier een beetje opkuisen op mijn appartementje. Ik ben echt een lucky bastard met mijn mama en papa. Daarna moet ik direct gaan spreken. En vanavond ga ik met Maxine naar de tenniswedstrijd van David Goffin kijken. Die jullie ook al eerder deze week zagen in mijn vlog. Oké, even melden. Ik ben 7 minuten te vroeg. Kan iemand dat even noteren? Ik heb geen dagboek, maar als ik een dagboek had, dan moest het erin. Lentien was vandaag 7 minuten te vroeg. Score! Hoe komt dat hier is? Ja, dat weet ik. Ah, dus die hebben het hier gelaten. Ik ben half uur te janken. Oh nee, echt? Ik had het zo graag met die doen. Oh nee, dat is waarschijnlijk omdat die, ja, die ziet mama zo graag. Ja, dat is echt fijn. Oh, jij bent een riem aan. Kunnen jullie alsjeblieft eens teruggeven? Dat valt mijn broek af. Dat moet ik toch niet meer maken. Stress, Maxine? Beetje. Waarom? Wil je zo graag je grote liefde zien? Ja. Is die eigenlijk getrouwd? Oh, het is jammer, hè? Ja. Maar kijk, hij heeft wel hi Maxine gezegd, ja, hè? Ja, dat is waar. Mama zegt, ik denk dat we nog een half uurtje hebben. Ik moet vertrekken, zegt ze. Je ziet stress op je gezicht. Stress! Iedereen is wel heel flink, vind ik. Kijk eens aan. Ja, eventjes. Kleine, medium. En wat gaan de kindjes hier bestellen? Ik heb niks. Jij niks? Ah, oh, flinke meid, flinke meid. Wat had jij eten, Maxine? Maestro Generous Jacqueline. En van wat is dat? Van de McDonald's? Anders kan ze mooie niet vegan. Oh, mij, dat is graaf die achterkant. Zeg, mooie banners. Dat is goed, hè? Ja. Jij hebt die in de extra opgezet, of wat? Mm-hmm. Ja, en deze was ook gras met de burger en stenen. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. Het is vrijdagavond. Ik ga nu in Umami iets eten met Lana en Christine. Lana en Christine kennen jullie misschien al van in de vlogs van in Porto. Zo niet, kijk die dan zeker nog. Oh my god, girl, zit je te laat of niet? Nee, helemaal niet. Ah, waar is Christine? Oh my god, my sweater van Do You. Zo blij. Goed, hè? Eindelijk. Het werd tijd, hè? Ja, het werd tijd. Ik
in the house, yeah, that's my clique. Yeah, I'm young, but a nigga from the old school. On the dance floor. Het is maar een mottig weertje vandaag. Kijk een keer hier. Regen. Een grauwe dag. Zaterdagavond. Ik heb vanmorgen naar Sarah geweest voor te gaan ontbijten en ik er heel goed bij te babbelen, want dat was lang geleden. Mijn kleren opgehangen in de kast, ook een paar dingen dat ik dacht van, weet je, ga ik niet meer aandoen. Al klaar liggen voor de closet sale die er nog wel eens terug aankomt. Wanneer weten we nog niet, waarschijnlijk februari, maart. Maar dan liggen die kleren al opzij, pakken die in plaats niet meer in mijn kast. En vanavond is het Girls Night met mijn vriendinnetjes Jessie, Rafaela en Tessa. Ik ga nu zo meteen Tessa ophalen. Jessie en Raf zijn daar al. En we gaan naar eten en drinken en de standjes bekijken. En dat is het zo'n beetje. Raden waar we zijn. Wie zijn schuld? Dat ik nu nog een McWrap veggie ga eten, dat ik nog niet genoeg gegeten had op Wild Joe's. Ik heb niet gezegd dat je dat moest eten. Ik heb een ijsje. Ja. Kijk, dat is een ijsje. Dat is melk, dat is gezond. Ik denk aan mijn kranten. Jij gaf dat door, dat dingetje. Ze is al mee weg. Mijn mama gaat weer de truc van de twee ballen toepassen, want Lilou geeft niet echt een bal terug. Ik ben bij mama en papa. Allee, ze zijn net thuis gekomen. Ik heb nog wat gewerkt daarnet. En ik ga nog een beetje voortwerken. En dan ga ik hopelijk, ik ga echt proberen, nog naar Antwerpen te rijden. Want meestal wil ik zo hier blijven dan, omdat het hier zo gezellig is, omdat ik hier niet alleen ben. En ik heb een trui aan van Lana, die ik gisteren gekocht heb. Mijn gooiskills heb ik duidelijk ook van u. Het is wel ook heel mooi, zo die sneakers onder dat kleed. Lilouke. Dit is echt super cute. Mijn papa heeft aan mijn mama gevraagd om de lyrics af te printen van Oscar and the Wolf. Omdat dat zijn lievelingsliedje is. En hij wil het altijd meezingen, maar hij kent niet alle tekst. En nu dus hopelijk wel. Hè. Elke, je ziet, je bent niet de enige grote fan.